Julius Bliek, ik ga direct met je naar de 71ste minuut. Je staat koud in het veld. En dan? Ja, dan geeft Navratil een voorzet en kop ik hem binnen in de verre hoek. En dan schooi je tegen je oude ploeg. En dan zie je heel vaak dat spelers een beetje ingetogen juichen. Nou, ik zag bij jou een ontlading. Ja, maar dat is niet is niks tegen Dordrecht of heeft niks met mijn oude club te maken, want ik heb heel veel respect voor hen. Maar het was meer gewoon een ontlading voor mezelf, dat ik erin kom en dat dit hebben we getraind van de week, plan C, weet je. En dat ik dan 1 minuut koud in het veld sta en mag scoren, dan is het gewoon ontlading. Is dat een soort plan B? Ja, plan C geloof ik zelfs. Dus tuurlijk, want... We willen gewoon voetballen eigenlijk en voetballend kansen creëren. Maar wanneer dat er niet in zit, dan hebben we hierop getraind dat dit dan een plan C kan zijn. En uiteindelijk pakt het goed uit vandaag. Ja, de eerste helft deed je dus niet mee. Je kwam in de 7 minuten in het veld. Maar hoe zie je op die tribune, of op die reservebank, het ook zo frustrerend? Het leek een frustrerende wedstrijd te worden. Ja, tuurlijk. Weet je, er is geen doorkomen aan. En dat is alle credits, denk ik... aan Dordrecht hoe ze hier compact verdedigen en ons weinig ruimtes geven. En dat is frustrerend. Maar goed, daar moeten wij mee omgaan. Dan moeten wij gewoon zorgen dat we dan doorheen kunnen voetballen. En moet je doorheen kunnen voetballen? Ja, je hebt zelfs over plan C, maar de plan B, dat leek wel dat alle ballen werden in het centrum gepompt op Thomas Verheid, op de sterke spits. Ja, en er zat weinig variatie meer in. Weet je, zo'n wedstrijd dat is gewoon lastig spelen zo en dan moet je opportunistisch voetballen en dan moet je inderdaad ballen soms gewoon voorsmijten, erin gooien, hopen dat die goed valt. Ja, en zo zie je dat die in de 70ste, 71ste minuut bij mij gewoon goed valt. Ja, dan mag je invallen. Van de week kon je ergens lezen van ik speel bij Go Ahead Eagles, ik moet geduld hebben. Nou, geduld werd beloond. Ja, nee, zeker. Kijk, ik heb... ik train hard en ik heb met de trainer ook gesproken en hij vindt ook dat ik geduld moet hebben en ik moet en uiteindelijk als je geduld hebt dan zie je als ik vandaag mag invallen dat tot een goal leidt, dus dat is gewoon lekker. Nou, neem ik aan dat je als oud-speler van Dordrecht van de week vast wel contact gehad hebt met enkele spelers van die club. Ja, klopt. Natuurlijk even een berichtje van vrijdag. Vrijdag gaan we elkaar zien, tegen elkaar spelen. Dat is alleen maar mooi. Maar goed, heel veel jongens van vorig jaar zijn er niet meer. Maar de jongens die er nog zijn, heb ik wel even wel gesproken. Ja. Je zegt het nu heel serieus, vrijdag gaan we elkaar zien. Maar ik kan me voorstellen dat er wel wat andere woorden zijn. Je hoeft ze niet allemaal te vertellen hoor. Maar ik neem aan dat er vanavond ook wel wat appjes vanuit de telefoon van Bliek die kant op gaan. Nee, ja, ik bedoel, we gaan elkaar zien gewoon op een leuke manier, weet je wel. Ik heb vorig jaar met Daniel Bredijk heel goed in het centrum gespeeld. Ik heb met Brian Jansen achter mij, met Stankov, met Thomas Kok. Dat zijn jongens en Jeremy Seintje, die daar vorig jaar ook nog voetbalden. Allemaal jongens waar ik goed contact mee heb, mooi jaar mee heb gehad. En natuurlijk is het mooi om die jongens weer te zien. En wat kan je daar verder van zeggen? Ja, weet je, en het is mooi dat ik nu 1-1 maak, maar gewoon met respect naar Dordrecht toe, natuurlijk. Uiteindelijk dus 2-1 door het invaller Langendijk. Dan trek je toch nog aan het langste eind. Vind je dat verdiend? Nou ja, uiteindelijk als je opportunistisch gaat voetballen en het valt goed, dan heb je hem uiteindelijk... Dan trek je hem over de streep. En of het verdiend is of niet, dan denk ik dat het nu niet zo heel veel uitmaakt. We hebben gewoon 3 punten en daar kunnen we weer mee verder. Veel succes. Dankjewel.